Dit is wat er met Jelle deed en dan maak je dingen kapot en zo. De vorige keer zocht ik hem voor de laatste keer op bij zijn werk en nam ik mijn vriendin mee. Met je date en met z'n drieën koffie gaan drinken. Hij was ineens vrij. Had ik een gesprek met Don over dubieuze date-ervaringen. Macht. Gaat om macht. Macht, ja. Mannen houden van macht. Om vernedering en macht. Ja. Ik vond het echt shocking. Dat is shocking. En verheugde ik me ontzettend op aankomende week. Ik ben gewoon relaxed, maar ook heel erg excited. Het is zondag en ik loop een beetje ontevreden en kritisch door mijn huis. Omdat ik toch dingen eigenlijk anders wil nog hier en daar. En voor mezelf vind ik het dan niet zo erg dat het nog niet af is. Maar ik heb dus morgen een date. Ik zit gewoon moeilijk te doen. Ik ben nog niet klaar met mijn huis. Dat sowieso. Maar dat wist je denk ik wel. Het is zondag en ik zit te wachten op Ivana. Ze komt zo. En ik heb haar al een hele tijd niet gezien door vakantie. En ik ga haar straks het hele verhaal vertellen. Ik heb daar zoveel zin in. Oh, dat is mail. Ik denk dat ik weet. Ik krijg nu reacties op het filmpje dat ik net online heb gezet. Dat gaat over liefdesverdriet. Dat... Oh, er is. Waar is Ivana? Later meer. Ivana moet nu al lachen. Waarom moet je lachen? Daarom. Nou goed, we zitten hier bij Wereld. Yes. Ik heb daar bij dat tafeltje gezeten met mijn date. 5,5 uur. Wat vind je van het verhaal? Welk gedeelte? Heel spannend allemaal. Het werd echt wel tijd hoor. Ik vind het wel eng hoor, merk ik. Tuurlijk, maar het is ook hartstikke spannend. Moet je weer kwetsbaar opstellen? Nou, hij moet niet, maar dat gaat automatisch gebeuren. De vlinders vliegen alle kanten op. Ook tegen de ruitjes aan en tegen de voordeur. En jouw liefdesstatus? Me, myself and I. Het zat bij hem niet helemaal goed. En ik merkte dat en ik vond het niet lekker lopen. Dus heb ik het aangekaart. En ik denk, als ik dat niet had gedaan, dan had hij het wel lekker laten doorkabbelen. Nou, dat gaan we niet meer doen hoor. Dat is zonde van mijn tijd. En gewoon weer kijken wat er en wie er dan verder is. Maar dat is niet... In je eentje kan je het ook prima hebben. Oh, ja. Want ik zou nu eigenlijk dus een paar dagen naar Limburg gaan met hem. Ja. Niet gedaan. Maar joh, ik heb zoveel andere leuke dingen nu. Kijk maar. Ja, zit je ook maar. Ja. Ik ben blij dat je zo positief bent. Ja, ik ben wel ontzettend moe. Maar ja, ik zeg je zit moe. Ja, ik snap het. Ja. Nee, we gaan zo aftaaien. Het wordt ook echt slecht weer nu trouwens. Ja, ik ben wel druk. Hallo, het is dus alweer avond, laat. Leuke middag gehad hoor. Alleen ik ben erg super onrustig, maar ik was heel blij om Ivana te zien. Dan kan je even weer van je afpraten en alles doornemen. En vriendinnen zijn zo belangrijk. Ik heb dus vandaag het filmpje online gezet waarin ik terugblik op liefdesverdriet en de scheiding en alles. Ik twijfelde heel erg of dat ik dat filmpje zou maken, maar ik ben nu heel blij dat ik het heb gedaan, want de reacties zijn zo lief. Echt zo ontzettend super bedankt allemaal. Heel raar om het terug te zien omdat ik nu in zo'n andere fase zit. Dat een jaar geleden is, kan ik gewoon niet bevatten bijna. Nee, wat er toch in een jaar kan gebeuren, echt onvoorstelbaar. Dat maakt het nu ook alleen maar leuker. Trouwens, sorry dat het geluid met Ivana een beetje raar was. Het komt dus omdat ik dus een nieuwe microfoon heb. Maar dit is alleen goed als je ervoor zit. En dat vergeet ik af en toe. Ik zie wel wat ik er TCT van ga maken. Dat blijft ook zo heel raar dat ik nu aan het filmen ben. Je beleeft het niet alleen vanuit jezelf.
Dus je voelt wat je voelt. Maar je beleeft het ook nog eens als een soort van perspectief van regisseuse. Zo van, ja, wat zou er gaan gebeuren? En hoe ga ik dat dan in beeld brengen? En wat ga ik wel niet filmen? Weet je, op het moment dat je een date hebt, heb je niet altijd zin om te filmen. Dus ik weet, morgen komt hij hier in huis. Ja, ik kan wel moeilijk sfeershotjes gaan maken van mijn huis. En jullie kennen mijn huis al. En ik wil ook gewoon echt van hem genieten morgen. Dus we hebben echt allebei zoveel zin om elkaar te zien. Dus ik denk dat ik morgen niet heel veel ga filmen. Nou ja, ik word al wat suf. Dan komt dat ik al melatonine op heb. Ik heb een slaappilletje op, want ik slaap slecht. Morgen vroeg op en dan ga ik mijn huis grondig schoonmaken. Dat is puur voor het idee. Slaap lekker. Doei, doei. Are you just wasting my time? Oh, ik voel me echt fantastisch. Het is een week geleden had ik mijn eerste optreden. Dat is echt alles voor me. Maar er is nog iets. Ik ben hopeloos verliefd. Ik ben nog nooit zo verliefd geweest. Nog nooit. Hij was vorig jaar heel erg verliefd op mij. Hij is zelfs 2 jaar verliefd op mij geweest. Ik heb hem best wel hard afgewezen. Maar nu ben ik hem verliefd op. Ja, hij komt dus morgen. Ik weet niet zo goed hoe ik het aan moet pakken. Want ja, ik wil gewoon eigenlijk iets vast nu, weet je wel? Ik heb nu zoveel niet losse dingen gehad. Dat ik nu zoiets heb van, nou, gewoon echt. Ik heb zelfs maar posters vandaag van de muur gehad. Hij moet niet denken. Een van de vrienden, weet je wel. Ben ik wel, maar komt hij nog wel lachen. Kijk, ik heb hierboven een paar posters weggehaald. Hieronder zijn de posters ook weg. Daar ook posters weggehaald. Ik word helemaal gek van mezelf, hè. Ik ben het niet gewend. Nu is het zover. Raar. Het is 11:50. Hij kan er eigenlijk elk moment zijn. Het voelt nu echt alsof het echt menis is dat hij nu in mijn huis komt. Ik ben wel nerveus. Maar ja, ik heb verschrikkelijk stomme dingen gedaan. Ik was gisteravond al best wel gespannen en ik ging een bakje omwas hier in mijn wasbak. En ik laat zo dat bakje uit mijn handen vallen. Ik word gewoon onhandig. En gat in mijn wasbak. Ik zal het zo laten zien. En vanochtend ging ik beneden de wc schoonmaken. Toen dacht ik, ik pak een beetje van dat roze spul. Heel de wc, echt alle muren, het plafond zelfs. Gewoon, ik dacht, doe het goed. En toen kwam ik erachter dat ik dat dus mijn wasmiddel had gedaan. Dus nu ruikt alles naar mijn wasmiddel. En ja, dus nou ja, dat soort dingen een beetje. Het is trouwens weer bloedheet. Ik weet niet wat we gaan doen. Ik heb vanavond ook werk, dus ik kan echt niet laat maken. Wat ik wel vervelend vind, maar ja werk. Dus goed. Ik zal even weer laten zien en mijn waspak laten zien. Wens me succes. Het is wat hoor, jongens. Het is wat. Dan ben je aan het date en dan maak je dingen kapot en zo. Het weer. Rond de 30 graden wordt het. Eigenlijk heel de week. Nou, maar toch wel zeer opgeruimde kamer. Oh ja, ik heb dat ook aangepast. En dat ga ik altijd doen dan als ik... Ja, dat is ook weer heel typisch. Hier wat dingen anders dan dat het was. Maar dan ga ik toch altijd weer wat dingetjes aanpassen of zo. Als iemand over de vloer komt. Nou, kijk dit nou. Jezus, jongens. Dit is toch treurig dit. Kan toch niet? Dan moet ik een nieuwe wasbak hebben. Alleen maar omdat er een jongen over de vloer komt. Ik spoor toch niet. Dus het is zo spannend. Ik vind het zo spannend. Echt. En mocht je er benieuwd naar zijn, dit heb ik trouwens aan. Het is zo'n playsuit
van Roxy. Ik heb het toevallig gekocht in Willemstad op de dag dat ik hem ontmoette. Dus dat is wel grappig. En het is de eerste keer dat ik hem aan heb. En volgens mij ben ik niet eens scherp. Nou, ik ga. Wens me succes. Doei, doei, doei. Het is vandaag. Kijk, volgens mij. Dadelijk om 12 uur, het is 10:50. Fucking zenuwachtig. Nou, oké, vast slecht. Dit keer ga ik hem wel filmen, maar eigenlijk zit. Dus dit is best wel mooi weer. Jammer genoeg. Het gaat gewoon heel veel regen. Ik loop even mee naar boven, jullie. Het is zo fucking gaal. Ik denk dat hij hier de hele tijd gaat zitten. Ik zie hoe het allemaal lukt. Dus ik heb niet echt iets te verliezen. Ik ben niet meer zo verliefd als vorige keer. Ik kwam hier eigenlijk na spoordag. Hij is echt nog een klein ventje namelijk. Ik heb er wel heel veel zin in. Ja. En ik ben heel zenuwachtig. Dus ik ga nu hangen. Ja? Bye bye. Het is 10:00 s'avonds en ik ben echt zo moe. Het was een hele leuke dag. Ten eerste is het echt leuk om weer eens een jongen over de vloer te hebben. Ik heb dat niet zo vaak. Weet je, ik spreek ook meestal met vrienden buiten de deur af. Want ik wil altijd heel graag weg, omdat ik dus thuis werk. Maar het is dan toch anders weer als je een date hebt thuis. En hij vond mijn huis leuk en dat vond ik echt zo schattig. Want ja, ik heb natuurlijk echt een heel... moet ik zeggen, apart huis. Ik weet dat dit van de meeste mensen niet hun smaak is. Maar hij vond het allemaal leuk. Dat was echt zo leuk. Ja, het is lastig. Ik weet dat hij dit ooit gaat zien. En ik weet dan niet wat we dan zijn tegen die tijd. Of dat we verkering hebben of dat het over is. Goed, oké, ik kan niet alles zeggen. Nou, het unicum van de dag was dat hij me zonder make-up heeft gezien. Ik vroeg me toevallig vanochtend af van wanneer was dat nou mijn jeur dat hij me voor het eerst zonder make-up zag. Want ik heb er echt een hekel aan. Toen we al een jaar al samen waren met de vakantie of zo. Maar ja, nu... het was... Ja, ik ging tussendoor douchen. Tussendoor wat? Vraag je misschien af. Ja. En alles was uitgelopen. Dus ik dacht, nou, ik haal het er maar af. En ik zei tegen hem. Hij zei van... Waarom denken meisjes altijd dat wij mannen denken dat jullie zo wakker worden? Allemaal een vol ornaat. Dus nee. En hij knapte er ook niet op af, geloof ik. Geloof ik niet. Ik merk aan mezelf dat het... een beetje rennen en stilstaan is. Dan soms dan zegt hij iets en dan hoeft het echt helemaal niks te maken te hebben met mij of met liefde in het algemeen. Maar dan raakt het net iets waardoor ik me gelijk weer afsluit. Omdat ik dan, omdat het misschien dan toch niet helemaal in mijn straatje past. Of omdat ik, nou ja, ik weet niet, zelfbescherming. Je maakt het je altijd moeilijker dan dat het is, denk ik. Ik weet niet wat dat nou is. Of dat het vrouwen eigen is of mannen eigen ook. Maar ik probeer mezelf wel een beetje te beschermen, merk ik. Ik vraag me ook echt af hoe... ben ik in een relatie? Ik weet het niet. Het was natuurlijk... voor Jur was ik echt een paar jaar single. Nou, daarvoor was ik toch wel een stuk jonger. En Jur woonde naast me. Dus dat is sowieso niet te vergelijken met als je een vriend hebt die ergens woont en langskomt. En ja, hoe zou ik zijn? Ik weet het niet. Ik vraag me ook af hoe hij is in een relatie. Of dat klikt. Ja, dat klikt. Dat lijkt me wel. Maar ik moet opletten dat ik nu niet te veel naar hem ga buigen. Want ik voel dat hij... neiging er is. En dat, ook dat heb ik eerder gedaan met Jur. Waardoor ik veel te veel heb geïnvesteerd in zijn familie bijvoorbeeld toen destijds. Ik ben toen daar heel erg mee gegaan. Terwijl dat heel erg tegen mijn gevoel in ging. Maar ik wist hoe belangrijk het was. Dus dat deed ik. Ik moet echt op letten dat ik dat nu niet doe. Want dan laat je... ja, dan ga je iets doen wat niet bij je hoort. En dan later krijg je het altijd weer terug. Dus ik moet echt wel mezelf blijven. En dan maar denken, nou ja, oké. Als het dan ergens op stuk loopt... dan kan het beter nu zijn dan over 4 jaar. Hè? En dan ben ik in ieder geval dicht bij mezelf gebleven. Trusten. En ik verheug me enorm op de rest van de week. Nou, jullie zien het allemaal wel. Bye! Het was zo fantastisch. Ik heb me echt heel even gefilmd. Ik vond het echt lullig mooi om te gaan filmen. Terwijl ik ook al foto's had mogen maken van hem. Het was echt fucking fantastisch. De dag verliep zo. Hij kwam hier.
Eerst, ik vroeg van, nou, waar wil je zitten? Boven of mee? Nou, boven natuurlijk. Hij had zijn hele computer meegenomen om muziek te draaien. Hij werd waarschijnlijk helemaal gek van M&M, weet je wel. Dus we hebben samen nu ook een liedje. Dat is I Put a Spell on You van Marilyn Manson. Op een gegeven moment, we gingen gewoon stoeien, weet je wel. Kussen gerecht gingen houden. Ik vroeg zoiets van, wat wil je van mij? En omdat hij verliefd was op me. Nou, het ging zoenen. En gewoon heel veel zoenen en toch altijd over seks. Dus ze gingen helemaal plannen zitten maken. En dat was, want normaal, hij praat niet zo graag over seks. Maar doen we wel hoor. Dus als het goed is, misschien ga ik zaterdag dus weer naar hem toe. In ieder geval volgende week vrijdag. Goed hoor. Ik onthoud de rest van mijn leven. Ja, dat was de update. Je zegt net alsof ik niks aan heb, hè? Wat? Meen je niet zo? Ja, ik meen het wel. Op dit moment baal ik dat ik met deze vlog ben begonnen.